Goed, welkom terug allemaal. Nou, we hebben deze ochtend stilgestaan bij de houding of de mentaliteit die nodig is en uit welke 7 karaktereigenschappen of paramita's deze bestaat. En nu is de vraag natuurlijk, hoe pas je dat precies toe? En daarover gaat Herman Vermeulen ons wat ideeën geven in de lezing Wees de mentaliteit van de toekomst. Herman. Goed, van harte welkom voor ons tweede deel van dit symposium. Ik ga mijn best doen om de derde lezing te presenteren. En u heeft gehoord natuurlijk, de spreker van de tweede lezing heeft beloofd dat ik een toetje zou afleveren. Ik ga ook mijn best daarvoor doen, maar het wordt wel een toetje met een verfijnde smaak. En wat wil ik daarmee zeggen? Het is subtiel. En dit toetje is echt een toetje. Daar moet je dus de smaak proberen vast te houden in de komende dagen. Rondkijkende en jezelf dus eigenlijk de vraag stellend van wat heb ik nou eigenlijk gehoord tot zover? En wat heeft die derde lezing me nou eigenlijk proberen te vertellen? En dat is denk ik een belangrijk aspect. Tot heden toe heeft u natuurlijk eerst een lezing gehoord. Wat is wijsheid? Was zeer interessant om dat in een half uurtje uitgelegd te krijgen. En in de tweede heeft Barend Voorham geprobeerd die transformatie te laten zien. 7 juwelen, 7 paramita's. En daar hebben wij dus met elkaar dus over gesproken. En in de workshop. En het is natuurlijk niet te vermijden als je daarover praat met elkaar. Dan kan je daar natuurlijk uiterst technisch over praten. Maar als je dus die 7 juwelen en die paramita's bij elkaar gaat brengen, krijg je bijna automatisch dat je dus al gaat praten over die volgende stap. Barend heeft ons beloofd dat we dus niet alleen gaan kijken naar die andere oever, maar dat we dus eigenlijk ook onze best doen om die andere oever te gebruiken. Ik heb daar een paar ideeën voor om dat aan u te presenteren en ik ga daar eens even mee beginnen. Intuïtieve wijsheid. Dat is eigenlijk het uitgangspunt van die paramita's. En intuïtieve wijsheid, dat heeft eigenlijk zoiets in zich als wijsheid die we ingeblazen krijgen, zou je kunnen zeggen. Maar ik ga proberen dat uit te leggen dat het nog iets anders is. Er is een heel belangrijk verschil. Je kan dus die 7 juwelen, technisch, kan je bekijken als een heel interessant aantal wetmatigheden. Die paramita's, die kan je eigenlijk ook opvatten als zo zou ik moeten zijn, gedragregels. Ja? Maar gedragregels, dat is eigenlijk het volgen en houden aan. Maar het zijn eigenlijk leefregels. Het is eigenlijk het zijn van. En dat is precies waar deze lezing over gaat. Het zijn van. Dus niet van, ik krijg het voorgelegd en ik volg dat wel. Verkeersregels zijn opgelegde gedragregels. En we hebben geleerd dat het voor onze gezondheid beter is om je daaraan te houden. Maar of we ook innerlijk overtuigd zijn dat dit de beste regels zijn en ons daarom er ook aan willen houden, dat is nog even een hele andere vraagstelling natuurlijk. Die intuïtieve wijsheid is een heel belangrijk element. En als je daar in de Theosofie dus eigenlijk over leest en zoekt, dan zie je eigenlijk dat de eerste aansluiting die je dus krijgt in ons zijn, is eigenlijk wat wij nog wel eens gebruiken, ons geweten. Ons geweten is in het klein iets van die wijsheid opgebouwd in voorgaande incarnaties. En dat inzicht, dat hebben we. En waarom is dat geweten interessant? Als je die invloedssfeer, die kracht van dat geweten, dus een rol laat spelen, zet je jezelf dus eigenlijk ook open voor die intuïtieve wijsheid van hogere niveaus dan alleen maar van op ons niveaus wat we gedaan hebben. Ja? Dan is die wijsheid is iets meer dan 2 keer 2 is 4. Het is het vermogen om dingen te ontdekken, problemen op te lossen, niet op basis van 2 keer 2 is 4, maar van innerlijk weten. En
dan kom je dus heel snel weer in aanraking met welke wetten zijn er in de natuur, de 7. En hoe zou ik me moeten gedragen, deze wetten respecterende, om toch op een goed eindresultaat te komen. En het geheel daarvan is eigenlijk dat je dus moet kijken naar vooral de samenhang. In de workshop die ik vanochtend zelf voorzat, kwam dat al een klein beetje naar boven. Van ja, hoe combineer je dat dan in feite? Nou, we gaan daar eens even verder over kijken. Er zit een hele subtiele woordverklaring in dat paramita. En ik heb het geprobeerd overdreven duidelijk te maken. En wij kennen in onze Nederlandse taal niet veel a's met streepjes erboven en al dat soort dingen meer. Neem u even van mij aan dat het Sanskriet daar zeer gedetailleerd in is. En dat het verschil dus heel subtiel is. Ja? Het gaat dus eigenlijk om het feit van die transcendente deugd of karaktereigenschap nodig om die andere oever te bereiken. Dat is de ene, ja, met streepje. En de paramita zonder, dat betekent eigenlijk gegaan. Oftewel, het is je gelukt. Je bent overgestoken. Het is voltooid. Je staat op die andere oever. En wat ik probeer te doen nu, is te praten vanuit die andere oever. Waarom is dat zo interessant? Ja? Omdat we dan niet zitten in de mode van het streven naar. Want het streven naar is nog steeds niet zijn van. Streven is dus wel op zich, zou je kunnen zeggen, loffelijk. Maar de beste methode daarin is het doen. Bijvoorbeeld, je kan vele boeken lezen over zwemmen. En je kan je verdiepen welke bewegingen je moet maken, enzovoorts, enzovoorts. Maar uiteindelijk zou je het water in moeten gaan. En zou je dus die bewegingen moeten maken die je dus drijfvermogen opleveren. En als je in dat water bent, moet je zorgen dat je blijft drijven. En zo is dus in feite dus eigenlijk ook het leven. Ja? Dus dat wijs zijn kan op elk moment. En ik zeg hier zin nadrukkelijk vanaf het menselijk niveau. Waarom? Omdat de mens natuurlijk zelfbewustzijn aan het ontwikkelen is. En ook gewoon kan kiezen om dus eigenlijk vanuit die karakteristiek te werken en de zaak aan te sturen. Dus ik zeg niet dat iedereen perfecte wijsheid kan ontwikkelen op dit moment. Maar we kunnen op ons menselijk niveau iets van die wijsheid tot uitdrukking brengen. En het gaat dus eigenlijk om het zijn en niet het streven naar. Als je de gedachte hebt, ik moet wijs zijn, dan ben je het nog niet. En als je zegt van, nou oké, ik doe mijn best. En zover als het kan, ga ik het proberen tot uitdrukking te brengen. En ik pas het nu ook gelijk toe. Dat is een hele belangrijke gedachte om vast te houden. Ja? Niet het streven, maar het zijn. Ik zeg altijd ook wel eens, goede voornemens brengen geen vooruitgang. U kan beloven, morgen ga ik dit en dat doen. En het kan altijd morgen blijven. En als u zegt, ik stop met roken, dan is dat een goed voornemen. Maar je zal het een keer moeten doen. Dus daar gaat het om. Het is dus eigenlijk niet streven naar, maar het zijn. Dus zoals Barend liet zien in zijn lezing, het zien van die andere oever en daar naartoe willen, perfect. Maar op een gegeven moment moet je weten, moet je gewoon toepassen wat je hebt opgebouwd en wat je dus in feite denkt van, en dit zou het moeten zijn. Ja, en dat is het doen, dat is het zijn. Dat is zo ook met die mentaliteit van de toekomst. Wij maken met z'n allen die mentaliteit van de toekomst. En dat is een kwestie van niet alleen maar individueel, maar vooral coöperatief. Met elkaar, al die eigenschappen die wij hebben, brengen we samen en dat levert wat op. Er is ons verteld, en dat is een best diepzinnige gedachte in de theosofie, dat die wetten de gewoontepatronen zijn van de hogere bewustzijnen. Staan we volledig achter. Komt regelrecht voort uit die eerste drie grondstellingen. Alhoewel, het is een stukje, ik zou zeggen, boeddhische gymnastiek om even voor jezelf die stappen dus in feite te volgen. Want het is het bewustzijn, het leven, wat bepaalt. Dus die 7 juwelen van wijsheid zijn dus eigenlijk ook de gewoontepatronen van hogere bewustzijnen waar wij dus eigenlijk onderdeel van zijn, waarbinnen wij leven, in die hiërarchische structuur. De top van de hiërarchie
Leg dus een structuur voor die onderliggende gebieden. En zo doen wij dat op onze beurt. Dus onze gewoontepatronen zijn eigenlijk de wetten voor de cellen in ons lichaam. En dat we dat niet altijd goed doen, blijkt wel uit het feit dat we dus per tijd wijlen ziek worden en daar duidelijk op moeten acteren om dat voor elkaar te krijgen. Wat betekent dit voor ons? Om dit duidelijk te maken, moet ik proberen een bepaald symbool uit te leggen. Dus dat zijn, daar gaat het om. Ik heb dus de magneet genomen als voorbeeld. Het is een beperkt voorbeeld. Maar er zitten een aantal aspecten aan. Ten eerste, wij kennen de magneet als iets wat dynamisch is en altijd gelijk aantrekt en afstroot. Zodra je dat in de buurt bent van ferrometalen, ijzersoorten, dan plakt hij zich eraan vast. En als het een andere magneet is en die polariteiten passen niet, dan stoot hij het zonder meer af. Het is altijd actief. En dat zijn wij dus eigenlijk ook. Ja? En de samenwerking van die magneten, als je meerdere magneten bij elkaar brengt, dan gaat dat tot een gezamenlijk resultaat leveren. Ik heb daarachter gezet tussen haakjes algebraisch. Want er zijn natuurlijk magneten die tegenwerken omdat ze verkeerd omliggen. En er zijn magneten die meewerken omdat ze in de goede richting liggen. Dus het eindresultaat is als het ware die algebraische som, de plus en de min van die magneten. En dat is dus de eindkarakteristiek. Om mijn voorbeeld duidelijker te maken wat ik wil zeggen. Dus alle bewustzijnen zijn in feite magneten. Wij hebben altijd invloed op elkaar. Wij kunnen dus nooit ergens komen zonder geen invloed uit te oefenen. Waar we ook komen, wat we ook doen, er gaat altijd invloed van ons uit. Ja? En die invloed is dus eigenlijk een glijdende schaal van aantrekking tot en met afstoting. Ja? Soms zijn die effecten natuurlijk verwaarloosbaar klein, maar in principe is er altijd dus een invloed. Dus wij, zoals we zijn, zijn dus eigenlijk wat dat betreft een duidelijk dynamisch voorbeeld. En dit is een hele belangrijke gedachte om vast te houden, want daar zitten vreselijk veel consequenties aan vast. Ja? Ons karakter is dus in feite de kleur, de kracht en de vorm die de magneet heeft. Ja? Wij stoten andere wezens af, wij trekken andere wezens aan, overeenkomstig dat karakter van ons. Dus als we ergens binnenlopen, hoe subtiel dan ook, het werkt. Ja? Een magneet kan dus ook in feite niet anders dan dus eigenlijk die kracht zijn en als het ware dat uitstralen. Deze gedachte, als u deze doordenkt en dan invult met wat we vanochtend hebben besproken, met die 7 wetmatigheden en die paramita's, dan krijg je heel duidelijk direct een smaak in je mond van, daar zitten vreselijk veel consequenties aan vast. En dat is ook zo. Als je dus ook kijkt in de theosofie, hebben wij natuurlijk vaak een discussie, nature versus nurture, oftewel de natuur, het aangeborene versus hetgeen wat je dus educatief en opvoedkundig krijgt getraind, ja? Zeg ik dus hier natuurlijk zeer duidelijk, nature is eigenlijk nurture uit voorgaande incarnaties. Wat we toen hebben geleerd, dat is een beetje ons karakter geworden. Wat sommige mensen zeggen van, dat is eenmaal zo en dat staat. Maar wij zeggen natuurlijk zeer nadrukkelijk, het is veranderbaar. Oftewel, vanuit de theosofie bestaat dus het vraagstuk nature niet. Het is in feite altijd nurture. Alles is educatie. Van binnen naar buiten leiden. Hou in gedachte dat we volgens die eerste grondstelling alle eigenschappen in ons hebben. Latent. Maar dat we dus van al die eigenschappen, oneindig, langzaam maar zeker steeds beter leren om dat tot uitdrukking te brengen. En dan ziet u gelijk mee dat het element educatie een uiterst belangrijk element is. Wat leren wij in het leven? Van wie leren wij in het leven? Wat leren wij andere mensen? Wat leren andere mensen ons? Cassiodi Tingley, de derde leidsvrouw van de Theosophical Society Point Loma, heeft in de jaren 27, iets daarvoor, heeft ze een boek geschreven, The Travel of the Soul. En ik ga u van tevoren waarschuwen,
als u dat boek leest. Het is een fantastisch boek. Maar het is typisch geschreven in de jaren 20. Het is geheel Victoriaans. Dus je vindt daar voorbeelden in van gezinsopbouw, samenwerking van ouders en al dat soort dingen meer. Daar gaat de eerste beste feministe regelrecht tegen de muur op. Ja? Want wat is het gezin en is dat alleen maar de plaats voor de vrouw enzovoort. Als u dat stuk daar leest, en het begint op bladzijde 33 in dat boek, wat u overigens kan gratis downloaden vanaf onze website, geeft ze een fantastisch beeld hoe twee jonge mensen vanaf een jaar of 16 bij elkaar komen, elkaar leren kennen, een sfeer opbouwen, de relatie verdiepen, uiteindelijk trouwen, uiteindelijk een gezin stichten, kinderen krijgen enzovoort. Als je dat leest, kan je zeggen, nou, super conservatief. Als u kijkt welke theosofische processen ze beschrijft, en ze beschrijft dit verhaal zonder één theosofisch woord te gebruiken, één technische term. Maar als u kijkt welke processen die daar plaatsvinden, en u pakt hetgeen wat u vanochtend gehoord hebt, dan is het fabelachtig wat ze daar beschrijft. Ja? Het leuke is dat in 2018 een boek verscheen, De Eerste 1000 Dagen. Dat is een perfecte bevestiging van wat Cassidy Tinley daar schrijft. Met die kanttekening dat het boek De Eerste 1000 Dagen praat dus eigenlijk over de fysieke consequenties. Alhoewel het ook best wel hier en daar reikt naar mentale invloeden. Dat hele proces is eigenlijk begonnen, dat hele onderzoek is eigenlijk begonnen op basis van een oud archief gevonden in het Onze Lieve Vrouwenziekenhuis in Amsterdam. Waarin ze dus een hele nauwkeurige omschrijving kregen van de kinderen die geboren werden in 42, 43, 45, in de hongerwinter, zeg maar, die periode. En men heeft dat archief niet weggegooid, maar is die mensen gaan opzoeken en heb dus eigenlijk de levensgeschiedenis van die mensen geanalyseerd. En dan zie je fabelachtige dingen. Het is een dun boekje, maar het is heel erg zinvol. En zij beschrijven precies wat KT in de jaren 20 al duidelijk naar voren brengt en wat de theosofie natuurlijk al veel en veel langer laat zien. Dat dus die hele opbouw van die mentaliteiten die bij elkaar komen, die magneten die dus als het ware zitten op te bouwen, ook een bepaalde aantrekkingskracht hebben. Een van de vragen aan de interview van deze dame was, want wanneer beginnen die eerste 1000 dagen? Waarvoor ze heel voorzichtig zei, eigenlijk al voor de conceptie. Oftewel de sfeer van de ouders enzovoort. Exactly. KT. Fantastisch. Maar we gaan even door. Als wij dat magneetvoorbeeld vasthouden, en we realiseren dus eigenlijk op dat we aantrekken op basis van wat we zijn, en niet op basis wat we zouden willen zijn, ja, dan hebben we dus, als we in de spiegel kijken, natuurlijk een, en we zijn dus mogelijk in staat om dat goed te doen, kunnen we een profiel van onszelf maken en realiseren dat wij overeenkomstig ons profiel ook zullen aantrekken. Dat we op overeenkomstig dat profiel relaties beginnen. Dat die relaties in feite inhouden dat we als het ware iets aangaan met een ander profiel, een andere magneet. Dat die twee bij elkaar een resultante opleveren die dus eigenlijk begint aan te trekken. En dat we dus daarmee in principe al gaan bepalen wat we naar ons toe trekken. Het heeft, als je dit doordenkt, vreselijk vergaande consequenties. Het is dus eigenlijk die aantrekking gekleurd door onze mentale instelling. En uiteraard is die te veranderen. In theosofie is alles te trainen en te leren. Dus door is geen punt van discussie. Mentale training is het dus eigenlijk een van de meest belangrijke aspecten die we in ons leven dus tegenkomen. Als je dus kijkt, teruggaan naar het begrip educatie, ja, dus alles wat latent in ons is, naar buiten brengen, is dus in feite dus een uiterst belangrijk proces. Ja? Educatie is eigenlijk een ander woord voor spirituele groei. Educatie gaat niet over fysieke aangelegenheid, maar gaat op mentale training. En dat start in feite bij de geboorte en dat gaat door alle lagen van heen. Hiermee ziet u ook gelijk de enorme belang van wie krijgen we die educatie?
Naar welke school ga ik? Welke leraar staat er voor de klas? Wat leert die leraar mij? Een betere positie in die samenleving? Of leert hij mij mijn betere kwaliteiten in mijzelf ontwikkelen? Kan die dit doen door mij te stimuleren? Niet te straffen, niet huiswerk op te leggen, maar in feite te laten zien, dit zit in jou. En als je het wil, kan je het dus als het ware naar buiten brengen. Het is een, je kan eigenlijk zeggen, het is niet belangrijk genoeg. Onze cursussen anders denken en levenswijs zijn natuurlijk wat dat betreft ook een goed voorbeeld van, laten we even simpel zeggen, volwassen educatie. De grote uitdaging van educatie is dus eigenlijk ook van 0 tot 21, de ouders, het hele schoolsysteem, waar kiezen de ouders voor, wat is de sfeer van de ouders, wat is de sfeer van de school, dat is wat ik dan even noem external, dus hulp, hulp van buiten. En laten we even uitgaan van het feit dat die perfect is geweest. Dan zijn we bij een jaar of 21, om zo te zeggen, min of meer klaar met die externe hulp. Dat hoeft niet waar te zijn, want je kan je natuurlijk je hele leven lang blijven verdiepen in allerlei hele interessante bronnen. Theosofie bijvoorbeeld. Ja. Maar vanaf 21 komen we voor de uitdaging te staan, zelfeducatie. En daar wordt het vaak moeilijk. Ik heb mensen gesproken die duidelijk goede trainingen hebben gehad op Montessori en op Raja Yoga scholen en Krishnamurti scholen en vult u maar in. Waar gaat dus de problemen ontstaan? Zodra je zelfstandig bent in die samenleving, gaat die samenleving een andere of een bepaalde invloed op je uitoefenen die niet hoeft overeen te komen met het ideaal wat je eigenlijk in je 0 tot 21 in je educatie hebt meegekregen. Daar zit een uitdaging in. En je ziet in feite dan ook dat veel mensen die een goede educatie hebben gehad, vanuit de theosofie gezien, ja, vanaf dat moment zich toch laten beïnvloeden door maatschappelijke invloedssferen en toch langzaam maar zeker een andere karakter als het ware beginnen op te pakken dan wat ze eigenlijk in hun opvoeding hebben meegekregen. Cassidy Tingley zet ook zeer duidelijk daar vandaan, elke goede ideale opvoeding is in staat om eigenlijk die karmische effecten uit voorgaande incarnaties, ja, en de, laat ik maar zeggen, de educatieve achtergrond en de aantrekkingskracht van de ouders te overwinnen. Toen aan Socrates werd gevraagd van, ja, wat is nou een goede opvoeding en waarom zouden we dat niet zelf kunnen doen, was zijn antwoord heel eenvoudig. Hij zei, als je een jong paard hebt en je wil dat paard gaan gebruiken om op te rijden, en je hebt het nog nooit eerder gedaan, ga je dat zelf trainen of ga je naar een goede paardentrainer toe? Het antwoord was natuurlijk, ja, natuurlijk naar een goede paardentrainer. Oké. Oftewel, die educatie is uiterst waardevol en belangrijk. Als wij dat goed in de gaten houden en we houden dat magneetplaatje voor ons en we zien dus eigenlijk die consequentie van de relaties die we aangaan, de interacties die we met elkaar hebben en als het ware de resultanten die we daaruit bouwen, dan ziet u dus natuurlijk gelijk waarom het zo enorm van belang is om proberen te werken, en eigenlijk is het woord proberen al fout, te werken vanuit de andere oever, het zijn van die dingen. Want dat is eigenlijk het enige wat telt. Ja? U kan de geheime leer van voor naar achteren lezen en terug, en alle boeken die er ooit over geschreven zijn, en alle boeken van de peruker. Zolang u niet probeert dat te zijn, maken we dus eigenlijk geen vooruitgang. Wij moeten dus eigenlijk die dynamische magneet die we zijn, leren die goede kleur en karakter dus op te bouwen. Als u dit plaatje probeert vast te houden en je kijkt naar de samenleving en je vraagt je af waarom veranderen dingen zo langzaam, en terwijl we dus best wel hier en daar weten dat het zoveel beter kan, dan krijgt u ook gelijk de antwoord vanuit deze invalshoek. De traagheid van de totaliteit om hun karakter bij te passen, aan te passen, zodat er dus een algemeen andere structuur in de samenleving gaat ontstaan, is dus een heel langdurig en vaak moeizaam proces. Maar het zal nooit veranderen als we nooit beginnen met daar een start mee te maken. Ja? Dus als wij
dat opbouwen nooit gezamenlijk beginnen. Dus als wij vandaag kijken naar die paar honderd mensen die bij ons op het symposium waren, en iedereen pakt dus in feite daar dus zijn stukje van op, dan zien we duidelijk dat we al een stukje andere atmosfeer in de samenleving gaan opbouwen. Door het gewoon te zijn. Hoe beperkt u het ook begrepen heeft van wat vandaag aan u verteld is, maakt niet uit. Het gaat erom, gaan we het doen? Gaan we er vanuit en gaan we het tot uitdrukking brengen? Zijn we perfect? Nee, zeker niet. Maar dat geeft niet. We leren als we objectief kijken naar de dingen die gebeuren. En we kunnen dus daardoor onze volgende stappen dus een belangrijk voorbeeld geven. Ja? Dus we moeten goed realiseren. Wij gaan altijd verbindingen aan met elkaar. Maar het goede ding is, als we onze eigen kleur hebben bijgesteld, of bijgekleurd om zo te zeggen, brengen we in het aangaan van die verbindingen ook dat in. Ja? Een gezamenlijk proces is altijd, ja, individueel of met elkaar. Conceptie als voorbeeld is dus eigenlijk ook iets van een gezamenlijk proces. Dat is niet een kwestie van een aantal dingen bij elkaar brengen. En dat is het zo. Nee, de conceptie die vindt plaats op basis van een ambiance die we met elkaar kweken. En afhankelijk van die ambiance trekken wij dus een aantal dingen op. Ja? Die embryonale fase, het kan een idee zijn, het kan opzetten zijn van een bedrijf, het kan opzetten zijn van een voetbalvereniging, het kan starten zijn van een gezin. Ja? Laat dus in feite dat groeien zien in die sfeer die je met elkaar opbouwt. En dan langzaam maar zeker gaat die eerste manifestatie gaat dus eigenlijk zich laten zien in die uiterlijke vormen. Dat groeit, die sportvereniging die wordt groter. En dan begint dus de uitdaging om te zorgen dat die oorspronkelijke ambiance, die oorspronkelijke sfeer waaruit dat ideaal gestart is. Ik ga er even vanuit dat we dus een ideale voetbalvereniging opzetten of iets dergelijks, of een ideaal gezin, om die vast te houden in die omgeving. Ja? En dan is de laatste fase is eigenlijk opvoeding tot die volwassenheid, waarin men in feite dan ook kan verwachten dat er dus een zelfstandigheid zou mogen zijn. Het is een dikker proces van interactie. Houd in gedachte dat liefde en haat bindende krachten zijn. Dus als je van iets af wil, dan moet je het niet lief hebben, maar je moet het ook vooral niet haten. Haat brengt geen enkele vooruitgang in de samenleving. Haat is net zo bindend. Als we ergens tegen zijn, als we straffen, als we vinden dat er iemand die wat verkeerd heeft gedaan ook moet lijden, en wij vinden dus dat die dus dat doen, dan zijn we alleen maar bezig op de wet van oorzaak en gevolg en cycliciteit lijden in de wereld actief te houden. We moeten daar op een andere manier naar kijken en komen tot een andere manier van samenwerken. Ja? Het is het zien gelijktijdig het belang van die paramita's, die universele onbuigzame liefde om zo te zeggen, ja? En dat supergeduld wat we nodig hebben. Ons karakter is veranderbaar. Dus het is een kwestie van die training in de praktijk van het leven om daar iets aan te doen. Mentale ontwikkeling is, de training is van uiterst belang. Het is eigenlijk het meest belangrijke wat we in ons leven kunnen meemaken. Het gaat er niet om waar je zit op de, zeg maar, economische ladder in ons systeem. Het gaat erom waar zit je op de hiërarchie van mentale ontwikkeling in de samenleving. Ben je een inspirator voor je medemensen of ben je dus in feite een last in die samenleving? Ja? We moeten met elkaar die instelling proberen op te bouwen met gebruik maken van de wetten. Ja? En als we die wetten gebruiken, werken we dus in feite met die natuur mee. En zoals Blavatsky dat ergens perfect schrijft, als je dat doet, zal de natuur zich buigen en zal je dienen. Oftewel, wij hebben in feite de stroom mee. Dit is eigenlijk een retorische vraag aan onszelf. Welke bijdrage gaan wij aan die samenleving geven? We hebben dat profiel proberen te schetsen. We hebben dat in proberen duidelijk te maken dat wij dat zijn. Dat wij een levende bijdrage zijn in die samenleving. Zelf als ik tot de conclusie kom dat je dus gewoon rustig in je stoel zit en verder niks doet. En zelf dan geef je een bijdrage aan die maatschappij.
misschien niet de meest stimulerende, maar we dragen wel bij aan een bepaalde houding. We dragen altijd bij aan de kleur van zo'n samenleving. Wij bepalen nu de mentaliteit van de toekomst. Ik dank u voor uw aandacht. Thank you.